Verschillende opleidingen voor ambtenaren hebben ruim 200 geslaagden en bevorderden afgeleverd bij de afsluiting van het studiejaar 2018-2019. Zij kregen hun certificaten en diploma's in handen. Minister Mike Nursalim van Binnenlandse Zaken zegt dat het stimuleren en volgen van opleidingen als een prioriteit is gesteld bij het ministerie. We gaan richting HRM. En een van de fundamentele pilaren binnen een goed functionerend HRM-systeem is dat we ook zorgen ervoor dat mensen opgeleid worden, dat mensen kunnen groeien, dat er doorgroeimogelijkheden zijn. We moeten niet alleen praten over HRM als er mensen gestraft moeten worden, sancties moeten komen, maar ook beloning. Maar beloning komt niet vanuit de lucht gegrepen. Is jouw inzet speelt een rol. En jouw inzet zal mede worden beïnvloed door ook de kennis die je opdoet van datgene waarmee je dagelijks bezig bent. Als je kennis opdoet en je kan dat in de praktijk opzetten, want ja, kennis maakt macht, maar kennis gewoon zo maakt macht. Zal geen macht zijn als die kennis niet in de praktijk wordt toegepast. In Paramaribo hebben 25 van de 71 cursisten aan de vooropleiding surnumeraire de eindstreep gehaald. Van de 98 cursisten zijn 68 geslaagd bij de surnumeraire opleiding. Van de voortgezette algemene ambtenarenopleiding, VAAO, 1 zijn 91 personen uit de 169 ingeschrevenen bevorderd. Vandaag is het aangebroken dat u uw welverdiend diploma in uw hand mag houden. Geslaagde, ik feliciteer u voor de tweede keer vanuit deze plek. Laat het niet alleen blijven bij de felicitaties en de bemoedigende woorden. Wij, de overheid, zou appreciëren als wij ook positieve reacties uit het veld ontvangen hoe goed jullie de opgedane kennis en vaardigheden kunnen gebruiken in de praktijk. En ook op uw werkvloer. Hè? Laat ook blijken dat u uitblinkt op uw afdeling door de afronding van deze opleiding. Laat hem weer richting geven aan een gezonde en rationele organisatie waarbij gedacht mag worden aan uw proactieve houding. Klantgericht werken in plaats van klantvriendelijk te zijn. Uw integer gedrag. Geef uw maximale inzet aan de organisatie. Laat de omgeving en uw werkgever duidelijk merken welke competenties u bij heeft geleerd. In Nikeri zijn de vooropleiding surnumeraire, de surnumeraire opleiding, de BA basis en de VAAO 1 opleiding dit schooljaar niet van start gegaan vanwege gebrek aan animo. De VAA 2 opleiding is wel van start gegaan. Van de 14 cursisten zijn 13 personen in Nikeri geslaagd en in Paramaribo zijn 102 personen van de 125 ingeschrevenen geslaagd. De werkzaamheden aan de nieuwe highway vlotten. De minister van Openbaar Werken, Transport en Communicatie, Vijay Chotkan, bracht samen met een delegatie van zijn ministerie en de DC van Para, Armand Jurel, een werkbezoek aan deze werkzaamheden. Meerdere wegen zijn heel belangrijk om verschillende filevormingen te voorkomen. Het bouwen van meer wegen brengt tal van voordelen met zich mee en dat doet de OETNC-minister heel goed. Daar zijn er behoorlijke vorderingen gemaakt, zowel met betrekking tot het asfalteren als ook die brug over die Para-rivier die daar gebouwd moet worden. En ik mag aangeven dat vanaf mijn eerste bezoek tot heden ik wel trots ben dat het dus zo ver geduwd is, dat dus de werkzaamheden zijn gaan vlotten en dat we richting dus dit jaar, begin volgend jaar, kunnen kijken naar een stukje oplevering van die superhighway, inclusief de brug.
Dat doet ons goed natuurlijk, omdat ook de gemeenschap uitkijkt naar die mogelijkheden. We begrijpen dat mensen die dus uit het buitenland komen, maar mensen die moeten vertrekken uit het land richting de luchthaven moeten gaan. En dat het dus behoorlijk druk wordt op straat, met alle gevolgen van dien. Dit moet natuurlijk zeker een verlichting daarin kunnen brengen, een oplossing. Om dus af te komen van die lange files, omdat je dus meerdere mogelijkheden hebt om te kunnen kiezen richting internationale luchthaven, onze Johan Adolf Pengel International Airport. Dus infrastructuur natuurlijk, daarover heb ik zo vaak gesproken, die vormt de basis voor elke ontwikkeling die je wilt doorvoeren in gebieden. Maar we merken ook dus dat het een behoorlijke ontsluiting betekent. En gebieden met gebieden verbindt, zodat je dus makkelijker plaatsen kunt bezoeken, kunt bereiken. Maar dat je dus ook vanuit het oogpunt van veiligheid, zeker veiligheid ook, kunt praten over een verlichting ook op dat niveau, op dat gebied. Naast de werkzaamheden die hier worden uitgevoerd, is OWTNC ook drukdoende werkzaamheden aan de Martin Luther Kingweg uit te voeren. U hoort hierover Maya Rampiare, projectdrager van het Dalian 4 project. De rehabilitatie van de Martin Luther King Highway, dat is opgenomen binnen het Dalian 4 project. De rehabilitatie hebben we opgesplitst in zeg maar drie hoofdsecties. Namelijk de sectie vanaf Meursweg tot de Waterhyacinthraad. Die sectie is reeds voorzien van een asfaltlaag. Ook zijn we daar begonnen met het asfalteren van het rijwielpad. Daarna hebben we vanaf de Waterhyacinthstraat tot de Parabrug, dat is sectie 2. Daar is ook al voorzien van minimaal één asfaltlaag. En nu zijn we bezig met sectie 3. En dat is vanaf de Parabrug tot Tout-Liveau. We hebben daar reeds het asfalt verwijderd, het oud asfalt verwijderd. Reeds voorzien van één funderingslaag. De stabilisatie is gepland voor september, ergens eind september. Waarna zeg maar, de asfaltering kan starten. Het totaalproject is de uitvoeringsduur zeg maar, vastgesteld op 3 jaar. En dat betekent dat we in november 2020 moeten gaan opleveren. Alle wegen die zijn opgenomen. We zijn redelijk op schema. We zien zeg maar wel dat onze targets gehaald worden. En dat geldt dus ook voor zowel de MLK Highway, de nieuwe highway en de Peking Saron die we zeg maar, nu onlangs hebben voorzien van de toplaag. We zijn nu bezig met het voetpad, het aanleggen van het voetpad. En wat daar nog rest is dus de zeg maar, belijning en bebording van de weg. Een parlementaire delegatie uit Indonesië onder leiding van de vicevoorzitter van het parlement, Utut Adianto, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier. Dit bezoek was op 20 augustus jongstleden. Voor de minister was dit bezoek belangrijk, gezien de relatie die Suriname met Indonesië heeft op het gebied van onderwijs. Indonesië is voor mij very close to my heart. Because of the scholarship exchange we have, yeah. But also the impression I had is the way, especially the Ministry of Education, was managed. And I often think, how do you succeed? And the Minister of Education then said, for me, it's a huge task. I cannot visit all the islands. But still, the ministry is managed excellent. Thank you. So, I'm really happy to have you here. And I saw at the list, so very impressive names. So, I would like from you to hear what way we can go further and cooperate, especially at the higher level, the university, but also other ways to exchange. Yeah. Yes. Yeah.
please allow me to speak in bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Honorable Excellency Madam Lilian Ferrier, teman-teman staf dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Suriname, dan teman-teman anggota DPR yang sangat saya hormati. Goedendag, geachte aanwezigen en het bijzonder de minister van onderwijs en cultuur, mevrouw Ferrier. En natuurlijk alle stafleden van deze ministerie, maar ook mijn stafleden van het parlement van de Republiek Indonesië. Het is een voorrecht dat we vandaag in deze setting kunnen zijn en deze ontmoeting kunnen hebben. Presiden Venetian pernah ke Indonesia tahun 94. Ya, 1994 was Presiden Venetian ooit naar Indonesia. Kemudian Presiden Weidenbos di tahun 97. En Presiden Weidenbos in 1997. Dan yang terakhir Presiden Bouters di tahun 2015. And for the last in 2015 Presiden DC Bouters. Presiden kami Bapak Soeharto almarhum pernah ke sini di tahun 1995. En in 1995 heeft dus ook Wijlen President Soeharto een bezoek gebracht naar Suriname. Dan belum berselang dua bulan lalu Menteri Luar Negeri kami Ibu Retno Marsudi kesini juga. Ya, en twee maanden geleden was dus ook de minister Ibu Retno van Buitenlandse Zaken hier in Suriname op bezoek. Wayang, you are also Minister of Culture, right? Wayang is the show that from Puppet, normally from 10 p.m. up to 5 in the morning. Yeah. This is a Sadewa. And it is always shown great character from every Puppet. Yeah. This is thank you so much. Thank you. Yeah. This is the Mawar. Maru. Yeah. And this is the way they and then we hope that you come back very soon. Yeah. I promise we and my family will come here when I have a time. Thank you very much for this visit. I've really, really strengthened the ties and I will look to the ambassador to see what we can get. Get more students also to learn the language, and if we can exchange anything on legislation, for me that's very important. Great. De afdeling Wegen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is drukdoende om in verschillende gebieden de wegen en of straten te verharden. De werkzaamheden zijn te Pontbuiten aangevangen en verlopen vlot. U hoort Henry Dipper van het ministerie die belast is met deze werkzaamheden. Geruime tijd mogen wij geen schelpen meer graven. En we hebben dus een vervanging daarvan nu, 08 materiaal. Het zijn fijne grinddelen om het zo te noemen, vanaf 0 tot 8 mm. En de bedoeling is dus dat wij alle wegen van een laag, zeker van 7 tot 8 tot, laat maar zeggen, 10 centimeter een laag van dat materiaal gaan voorzien. Zoals u ziet op de achtergrond zijn we bezig in te laden. Het materiaal komt vanuit Grasalco en Plasamen en het wordt hier gedumpt. En van hieruit gaan we het verder distribueren op de verschillende wegen hier. De wegen die aangepakt worden en die ook nog aangepakt moeten worden, zijn alle na veldonderzoek in beeld gebracht. Als gevolg daarvan worden deze gelijk aangepakt. We hebben de wegen geclusterd. Met andere woorden, we hebben dus een aantal wegen bij elkaar genomen. Het is de bedoeling dat we geen enkele weg gaan overslaan. Toch? Alle wegen krijgen dus zo'n laag van zeker 10 centimeter van het 08 materiaal. Gelet op de werkzaamheden geeft Dipper aan dat naast Pontbuiten wegen in andere gebieden ook aangepakt zullen worden.
We zijn nu dus op Pond buiten, het resort Pond buiten. De resort Pond buiten is wel een groot resort. Het behelst ook Wintiwaai, Belfima, zijwegen van de nieuwe gevonden weg. Dus de bedoeling is dat we alle wegen pakken. Ik moet vertellen dus dat we 100.000 kuub van het materiaal ter beschikking hebben gehad met inzet van de minister. En hij heeft het voor elkaar gekregen om dus 100.000 kuub voor Wanica en Paramaribo en Komowijnen vrij te krijgen, zodat we dus de wegen een mooie beurt kunnen geven. In deze fase van de werkzaamheden zijn het drie districten die aan de orde komen. Dipper geeft aan hoe het met de overige districten zit. De overige districten worden sowieso aangepakt. Dit is eigenlijk een project dat een hele tijd al in voorbereiding is geweest. Dus we zijn eigenlijk met een soort pilotproject begonnen. En we zijn nu dus zover om de wegen te voorzien van dit 08 materiaal. Ja? Dus je kunt zien, de machine is bezig. En voor de rest, nogmaals, het is de bedoeling dat we alle wegen aanpakken sowieso.